Alle stemmen zijn geteld en de balans is opgemaakt. De lokale partijen in Gelderland zijn de grote winnaars van de verkiezingen. Dag dames en heren, het Gelders nieuws van donderdag 22 maart. Een bijzonder eerbetoon aan de lijsttrekker. Hij overleed vorig jaar en zijn Partij van de Burgers in Tiel boekte een monsterzege. En viszaak in Ermelo gedupeerd na felle brand. Ja, het is bizar. Heel bizar. En heel onwerkelijk. Het is de day after. Gelderland heeft gekozen en de opkomst was 58,1%. 1% hoger dan 4 jaar geleden. En grote winnaars zijn vooral de lokale partijen. Zoals bijvoorbeeld de partij Culemborg van nu. Ja, het is onvoorstelbaar. Zoveel appjes, je telefoon ontploft erbij daarvan. De kiezer heeft gesproken en heeft ons 3 zetels toebedeeld. Van 0 naar 3, dat is natuurlijk geweldig. En dat laat ook zien dat er in Culemborg behoefte is aan een lokale partij die er is voor hen. De lijsttrekker van Culemborg nu stapte op bij de VVD en begon een eigen partij. Volgens haar is er een groot verschil tussen landelijke partijen die regionaal meedoen en de lokale partijen. Je bent echt van de stad en voor de stad. En je hoeft niet in de landelijke kaders mee te denken. GroenLinks en de lokale partijen hebben vooral gewonnen in Gelderland. En ook in Culemborg. Wat vindt u ervan? Ja, dat vind ik wel goed nieuws. Ik denk omdat ze echt voor vernieuwing staan. Ik heb ook lokaal gestemd en wel op een nieuwe lokale partij. Culemborg van nu. Zij hebben meer begrip voor wat er in deze stad speelt. En dat begrip voelen de mensen ook in de gemeente Montferland. Lokale partijen rukken ook hier op. Het CDA verliest fors. De toekomst lijkt aan partijen die dicht bij de mensen komen en luisteren naar problemen. Ze zitten in de lift omdat ze dicht bij het volk zitten. Op dit moment ben ik zelf heel erg op zoek naar een woning in Serenberg. En dan vind ik het wel belangrijk dat de politiek zich daar ook mee bezighoudt. Hier kun je de mensen zoals nu ook gewoon aanspreken van goh joh, we hebben een probleem, zus of zo. Ga dat voor ons eens aankaarten, ga dat eens oplossen. Henk de Grote staat nu op 3 zetels. Ambities om wethouder te worden heeft hij niet. Maar dat zijn ideeën blijkbaar leven geeft een goed gevoel. We zijn inderdaad heel blij en ook wel een beetje opgelucht. Want het waren toch wel, vooral de laatste weken, toch wel stressvol om te kijken van dat wat je gedaan hebt, wordt dat ook gewaardeerd. En ja, het is er wel uitgekomen. Ja. Goed, lokale partijen dus de grote winnaar samen met GroenLinks. Want ook in onze provincie deed die partij het erg goed. En de SP was de grote verliezer. De partij kreeg een flinke draai om de oren. Zoals hier in Arnhem, de SP van lijsttrekker en wethouder Gerry Elfrink kreeg een dreun en ging van 8 naar 3 zetels. Helaas niet alleen in Arnhem, maar in heel het land. Dat vind ik het eigenlijk nog veel tragischer maken. GroenLinks heeft nu 4. De grootste partij in Arnhem werd GroenLinks met 7 zetels. En dat is ook het globale beeld in de rest van de provincie. 2 keer dezelfde stembiljetten tellen. In Nijmegen gebeurt dat voor het eerst tijdens deze verkiezingen. Gisteravond is er geteld hoeveel stemmen de partijen hadden. En vandaag zijn de stemmen van de kandidaten geteld. Dat gebeurde in de Jan Massinkhal. En inwoners van Nijmegen konden op de publieke tribune toekijken. Er is voldoende ruimte voor Nijmegenaren om het tellen te komen bekijken. Maar de tribunes blijven leeg. De gemeente had zichzelf opgegeven om mee te doen met het experiment Centraal Tellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat het een betrouwbaarder proces is en het is transparanter, dus de burger kan zelf meekijken. Een ander voordeel van het Centraal Tellen is volgens de gemeente dat de vrijwilligers die vandaag de stemmen tellen een andere groep is dan de mensen die gisteravond aan het werk waren. Nu werk je met een volledig nieuw team, 250 mensen, ze zijn fris. Daardoor is de kans op fouten geringer. En dat is maar goed ook, want het gaat wel eens mis met de verkiezingen in Nijmegen. Eerder bij de landelijke verkiezingen met een tekort aan stembiljetten. Deze keer kregen een paar honderd inwoners 2 stempassen voor de verkiezingen. Er was ook forse kritiek dat het vannacht zo lang duurde voordat de uitslag bekend was.
De gemeente spreekt liever niet van fouten of problemen. Die mening deel ik niet met u. Ik vind het echt dat Nijmegen het perfect doet. Ik vind ook echt dat wij echt in de bres springen momenteel. Met name door dit soort deel te nemen aan dit soort experimenten. Ik denk dat Nijmegen echt een pluim kan krijgen hoe wij dit organiseren. Morgenochtend wordt de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen bekendgemaakt. En dan een prachtig eerbetoon aan een overleden lijsttrekker. Hij overleed vorig jaar, maar zijn Partij van de Burgers in Tiel boekte een monsterzegen. De lokale partij verdubbelde het aantal zetels van 4 naar 8. En voor de partijleden was het een bijzonder mooie, maar ook emotionele avond. In de kapsalon van de nummer 6 van de partij, Diane Verhoeks, gaat het werk ook de dag na de overweldigende overwinning gewoon door. Ik zit nu gewoon op een roze wolk en... Ik ben zwevend, dat gevoel. Door het plotselinge overlijden van hun lijsttrekker Pieter van den Burg in mei vorig jaar was het een avond met blijdschap en verdriet. Het gemis van Pieter, wij als groep bij elkaar, dat we gewoon toch sterk door zijn blijven gaan. En dat mensen dat hebben ook kunnen zien en die hebben ons daarom ook in hem beloond. En dat vonden wij eigenlijk de grootste overwinning. Ja, als ik er nu over denk ik, zo is het eigenlijk. Ja, het is gewoon echt... ik weet niet. Alles komt gewoon uitzetten. En normaal ben ik zo'n jankip, maar nu... Ja, het is ontlading. Ja, dat is echt ontlading. Simone de Boer is de weduwe van Pieter van den Burg. En ook zij is actief voor de Partij van de Burgers. Pieter had hier gewoon bij moeten zijn. En ik had het gewoon heel graag met hem willen delen, deze overwinning. Dan heeft hij gewoon verdiend. De Partij van de Burgers is in één klap de grootste partij van Tiel. Straks na het nieuws meer over de verkiezingen. In het programma Gelderland stemt. Een 65-jarige man uit Groenlo is vanochtend in de Tweede Kamer van de publieke tribune gesprongen. Tijdens een debat klonk er ineens een klap en mensen begonnen te gillen. Bronnen bevestigen aan Omroep Gelderland dat het gaat om een activist. Hij maakt zich al langere tijd hard voor het legaliseren van wietteelt voor medicinaal gebruik. Hij had zijn daad op Facebook aangekondigd. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben het beeld, mensen zien mij schrikken, maar de mensen die eromheen zaten, die zijn nog veel harder geschrokken. En ik hoop echt dat het goed met ze gaat. De geplande actie van 40 Roemenen om het gemeentehuis in Epe te bezetten is gisteravond niet doorgegaan. De groep is boos omdat ze niet meer permanent op een camping mogen wonen. Ze wilden demonstreren, maar moesten opeens overwerken. Volgens de eigenaar van de camping heeft de burgemeester van Epe de werkgevers van de Roemenen benaderd. De gemeente bevestigt dat er contact is geweest met de bedrijven, maar het zou absoluut niet over overwerken zijn gegaan. De man die gisteren in een huis in Wijchen is gevonden, is door verstikking om het leven gekomen. Er is dus geen sprake van een misdrijf. Het slachtoffer is de 78-jarige bewoner. Bij de politie kwam woensdagochtend een melding binnen dat de ruiten van het huis zwart geblakerd waren. Binnen werd het lichaam van de man aangetroffen. De oorzaak van de brand is kortsluiting. Voor alles over de verkiezingen, kijkt u op gldstemt.nl. Uw stem moet gehoord worden. Een felle brand in het centrum van Ermelo vannacht. Een viszaak en een bovenwoning zijn totaal uitgebrand. De vlammen waren in de wijde omtrek te zien. De eigenaar van de viszaak zit dan ook in zak en as. Ja, het is bizar. Heel bizar. En heel onwerkelijk. De eigenaresse van de viswinkel heeft moeite om te beseffen wat er is gebeurd. Rond 12 uur vannacht brak de brand uit in de bovenwoning. De schade is enorm. Veel waterschade. Uiteindelijk is de bovenmuur in de winkel gevallen. Ja, waardoor er best wel veel verwoest is. Maar het is ook maar een winkel en het is maar materiaal. Ik ben al heel blij dat de bewoners er veilig uit zijn gekomen en verder geen ongedeerden zijn. Pas in de ochtend wordt de ware omvang van de brand zichtbaar. De viswinkel is verwoest. De jonge eigenaar en haar vriend hadden de zaak pas 3 jaar geleden overgenomen. Ja, het is wel mijn kind, ons kind. Zo zien we het. Het is een stuk uit je hart wat weggegrepen en door iets heel bruuts. Ja. Wat gaat u nu als eerste doen? De verzekering bellen. En we horen, we hebben geen flauw idee waar we moeten beginnen, wat we moeten doen.
we staan er eigenlijk een beetje machteloos te kijken. De bewoner van de bovenwoning kreeg rook binnen en moest ter controle naar het ziekenhuis. Volgens omstanders is de brand ontstaan door een olielampje. Enkele tientallen leerlingen van basisschool De Horsthoek in Heerde die kunnen niet naar school. In het oude schoolgebouw is namelijk asbest aangetroffen. En tot het onderzoek is afgerond, is de school gesloten. In de oude dorpsschool net buiten Heerde is asbest gevonden in het stookhok en op de zolder. Het kwam naar boven bij een gepland routineonderzoek. De 90 leerlingen moeten voorlopig thuis blijven. En voor wie dat niet kan, is een noodlokaaltje ingericht op een andere school. Voor het bestuur kwam de sluiting totaal onverwacht. Met het besluit wat de gemeente heeft genomen, heeft ze dus in feite ook een besluit genomen over de continuïteit van het onderwijs. En dat is nou juist iets waar ik over ga en niet de gemeente. Basisschool De Horsthoek kwam eind vorig jaar in het nieuws omdat de gemeente ze wilde dwingen het oude schoolpand te verlaten. De Horsthoek moest dan in dit verzamelgebouw gaan zitten. De school wilde dat niet en won de daarop volgende rechtszaak. Het bestuur verwacht niet dat het asbest daar nog wat aan afdoet. En ik hoop dat wij aanstaande maandag gewoon weer in het gebouw les kunnen geven. Ook voor morgen is al een alternatieve opvanglocatie gevonden. De leerlingen gaan dan op schoolreis naar Burgerzoo. Een mijlpaal voor de nieuwe havens van Waterfront Harderwijk. Vanochtend werden 3 van de 5 nieuwe beweegbare bruggen in gebruik genomen in dit totaal vernieuwde gebied. Het is een feestelijke dag voor wethouder Pieter Teninga. Voorbij de brug daar staat een kleinzoon straks te zwaaien. Ja, dat is helemaal top. Ja! Het is het grootste naoorlogsproject van de gemeente Harderwijk. Al 20 jaar werken ze aan het opknappen van het verwaarloosde gebied rondom het dolfinarium. Ze knapten de boulevard op, er werden honderden huizen gebouwd en de asbestfabriek werd gesaneerd. Hoe trots bent u als wethouder op dit megaproject? Nou, u hoort het aan mij. Met zoveel facetten is dit iets wat ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van Harderwijk. We hebben echt iets met bruggen. Kijk, hier komt de volgende al. Kijk, en dit, wij zijn nu de eerste boot die door deze brug vaart. De Dolfinariumbrug. En als u zometeen naar links kijkt, dan ziet u de resten van een heel oud bastion uit de 14e eeuw. Nou, dit is wel een momentje, zeg. Ja, weer een momentje. Kijk, daar is het. Uit de 14e eeuw. Kijk, hoe voelt het nou om door deze, om door deze brug door te gaan? Ja, dit vind ik geweldig. Dit vind ik geweldig, want in onze plannen hebben we pas kort geleden besloten dat dit ook een beweegbare brug zou worden. We hadden in de economisch slechte tijd, was die eruit bezuinigd. En we hebben het lef gehad, en we is er dan de gemeenteraad en het college, om dit toch een beweegbare brug te maken. Want we zeiden, we doen het maar één keer goed. Op Harderwijk. Waterfront. En op 26 april wordt de boulevard geopend en is een feest voor alle inwoners van Harderwijk. En voor het weer gaan we naar Wageningen, naar Britta van Gent. Ja, het was vandaag echt een beetje een druilerige dag met veel bewolking, af en toe een beetje lichte regen of motregen. Het was allemaal niet veel, maar goed, het oogde toch echt wel een beetje sombertjes buiten. Pas in de loop van de middag kwamen er vanuit het noorden geleidelijk wat opklaringen over de provincie. Dus hier en daar was het toen net even een gaatje voor de zon. Maar de bewolking had duidelijk de overhand. Die storing trok geleidelijk naar het zuiden weg, maar daarachter bleef toch nog tamelijk veel bewolking achter. En ook vanavond en vannacht is het net als vanmiddag overwegend bewolkt. En er valt ook nog steeds af en toe een drupje regen of motregen. Vooral bij de randmeren kan ook gemakkelijk wat mist en nevel ontstaan bij weinig wind. En de temperatuur, ja, die daalt onder die bewolking niet verder dan naar zo'n 4 à 5 graden komende nacht. Nou, ook morgen zitten we nog steeds met tamelijk veel wolken boven de provincie. Een laatste drupje regen trekt in de ochtend naar het oosten weg. Dan is het een tijd lang overwegend droog. Met misschien zelfs af en toe een gaatje voor de zon. Het is allemaal niet veel. En later op de dag wordt de bewolking dan weer wat dikker en kan opnieuw een drupje regen vallen. Nou, daarbij temperaturen van zo'n 8, 9 graden. Stevig windje ook vanuit het zuiden tot zuidwesten. Veelal matig van kracht. Ja, en dan richting het weekend komen de dubbele cijfers weer in zicht. Met name zaterdag en zondag. Overdag 11 graden, dus vrij normaal voor de tijd van het jaar. Daarbij zaterdag nog veel wolken. En in de loop van zondag toch langzaamaan wat meer ruimte voor zon. En na het weekend neemt de wisselvalligheid dan een beetje toe. Dan kan er een buitje vallen of misschien wat regen. En dan heel geleidelijk gaan ook de temperaturen weer een stukje omlaag. En dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws op onze app en site gld.nl.
U kunt hier zo kijken naar Gelderland Stemt met Erik van der Pol. Met daarin het laatste nieuws over en analyses van de verkiezingsuitslagen. Ik wens je nog een fijne avond.